Hij heeft geen kentekenplaat. En geen helm. Ja, en hij rijdt te hard. We hebben een meting. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP Divarmor. En vandaag ga ik pad met Wim, met de Volvo V70 van de verkeerspolitie. En met sneeuw, je zult denken, het is toch eind februari. Maar ja, het sneeuwt hier in ieder geval super hard vandaag. Het blijft weliswaar niet liggen, maar het sneeuwt wel. Dus dat telt, vind ik. Want het blijft hier ook niet liggen. We gaan lekker de straat op de Volvo V70. Gaat natuurlijk verdwijnen uit het dagbeelden, of hoe wil je het noemen, maar dat betekent niet dat ik hem niet meer kan gebruiken, want ik vind hem heel erg mooi. Het model, ja, dan, nou, laten we niemand afkrijgen, maar dan iets minder. Maar dat is, ik merk gewoon dat er nog niet echt een hele mooie Volvo ooit is gemaakt. En ik weet wel dat mensen daar toen mee bezig zijn geweest, maar nooit hebben afgemaakt. En dat is wel jammer. De mooiste Volvo die ik mij kan herinneren, is eentje in GTA 4. En die was mooi en die reed lekker. Maar in GTA 4 waren de handelingen nou ook gewoon een stuk beter. Dus ja, dat. Wij gaan de straat op. We gaan de snelweg even opzoeken. Maar we gaan ook zeker gewoon noodhulpmeldingen rijden. Omdat ik denk dat we anders te weinig te doen krijgen. Dus we gaan hem meemaken. Er rijden veel motoren rond. Ondanks dat het misschien wel glad is. Maar dat mogen ze van mij zeker. Lekker zelf weten, misschien houden we nog eentje aan een staande zonder kentekenplaat of zo. Er rijden namelijk veel motoren rond zonder kentekenplaat. Ik moet wel alvast zeggen, het kan zijn dat jullie op TeamSpeak of dadelijk tijdens deze video een berichtje horen van TeamSpeak. Nee, ik ben het niet vergeten uit te zetten. Ik moet het even bewust laten aanstaan, omdat ik iemand iets had gevraagd of iemand iets voor mij kan doen. En vervolgens dacht ik, ja, ik moet eigenlijk ook nog echt even opnemen. Dus ik heb ook tegen hem gezegd, ik reageer even niet. Maar ik moet dus wel online blijven, anders kan ik zijn berichtjes natuurlijk niet meer krijgen. Nou, het is hier achter pas invoegen. Nee, we mogen niet. Dan gaan we hier maar even snel langs. We hebben een ANPR-camera voor, zoals je ziet onder de flitser. Ik moet even voor me opletten om niemand aanrijden. En we gaan hier trouwens naar rechts. En dan zo. Dus officieel zouden we wat kentekens moeten krijgen, te zien krijgen, om maar zo te zeggen, kon dat nou? Kon ik dat nou wel of niet? Ik weet het niet meer. Wat ik wel kan doen, maar hoe deed ik dat ook alweer? Is zijn snelheid, was dat? Wat was dat ook alweer? Pling, daar was hij denk ik. F5 of zo, ja. Zo. Hoe hard stond hij? 70 miles per hour of zo. Dat is hier natuurlijk niet de ideale plek voor, want ze zijn net vertrokken bij het stoplicht daar, verkeerslicht. En hier even gebruik maken van iemand zijn oprit. Nou ja, we eens kijken of iemand met een gekke snelheid langskomt. Oh, hij gaat omhoog. Oh, oh, oh. Wacht even. Kut. Owner wanted. Owner wanted. Jackal 44 LQR 668. Nu moeten we heel erg gaan zoeken. Is dat deze beste heer toevallig voor ons? Oeh, die gaan ineens naar rechts. Is dat... Oh, ik zie het gewoon nog niet. Shit, ik denk dat het die auto daar was. Kan ik hier nog tussendoor? Nee, dat kan niet meer. Jammer. Het ging ineens heel snel. Want de owner was wanted. Maar daar kon ik. Dat zag ik te laat. En dat is echt moeilijk, joh. Je moet dat zien. En op dat moment moet je eigenlijk meteen die auto al achterna zitten. En als er dan ineens 4 of 5 langs vliegen. Want er kwam eerst geloof ik expired license voorbij. En toen owner wanted. Dus we gaan een nieuwe poging doen. Maar het is een soort ANPR camera. We zetten hem lekker voor ons uit. Dus we gaan een nieuwe poging doen. Dat denk dat we nu zo meteen alles wat we voor ons hebben rijden. Oeh, dat was heel close. Maar ingecalculeerd door Wim. En helemaal perfect. We kunnen natuurlijk even zo doen. En zo doen.
En dan eens terug kijken wat deze auto op zijn. We gaan zo elk voertuig langs. Owner wanted. Hebben we weer eentje. Ik vermoed dat dat deze is. 6-2. Weer niet. En deze dan. Nee, potmonden, die zijn er misschien. Kentekenplaten die helemaal niet voorkomen ofzo. Super onhandig. Nee. Nee. Oh, allemaal die Hyundai's. Mis ik hem nou gewoon weer? Dat zou toch niet mogen, hè? We gaan hem eens zoeken. Het moet lukken. Maar het kan echt aan mij liggen tot, tot ik het mezelf heel moeilijk maak. Of het is ook best moeilijk. Nou, en elk voertuig er even langs. Is het deze? Ja, toch? Nee, hè? Even een kentekencheck nog extra doen. Rare Hyundai. Ja, die blijven zwart. Daar kan ik gewoon niks aan veranderen. Nou, we gaan een nieuwe poging doen. Ik vind ze jammer. We hadden hem makkelijk kunnen hebben misschien. Gewoon heel goed opletten. Zodra er een auto langskomt en hier rijden ze misschien best hard. Ja, doen even alleen op deze weghelft. We kunnen wel alle tweede weghelft pakken. Maar dat wordt alleen maar moeilijk. Oeh, hij ontwijkt gewoon dat ding. Coolblue reed best hard. Die reed nog harder. Wat mag hier? Dat is ook weer zo'n goede. Oeh, die reed echt. Ze rijden best hard hier. Melding staat trouwens ook aan. Dat moet de laatste zijn. 82 QZN. Ja, dat is deze. We hebben er eentje hoor. Dat is ongeval, die moeten we niet hebben. Waar gaan we nou heen? Perfecte stopplek. License suspended. Dus hij heeft een ingevorderd rijbewijs. De eigenaar in ieder geval. Hè. Het kan zijn dat er iemand anders in zit. Laten we hem ook even blazen. De stopplek die hij heeft uitgekozen is redelijk raar. Goedendag. Hallo. Heeft u voor mij een rijbewijs? Dank u wel. Dit is de eigenaar. Dus die zou ingevorderd moeten zijn. Suspended. Ja, dat is niet zo mooi. Waarom rij je met een ingevorderd rijbewijs? Hoe durf je zo'n beschuldiging te maken? Ik rij helemaal niet met een ingevorderd rijbewijs. Nou, het staat een systeem, het staat een ANPR gebeuren, dus het klopt wel. Heb je wel iets gedronken? Heb je niks beters te doen natuurlijk niet. Zijn meteen zo aanvallen. Heb je drugs genomen? Ja, agent. Oh, kijk eens aan. Goed, jij gaat voor mij moeten, of voor mij moeten plaatsen. Dat gaan we nu even doen. Oké, dat is negatief. Jij gaat nog even moeten spikseltest afnemen, zeg maar. Het is trouwens gestopt met sneeuw, het wordt nog niet donker. Positief op cannabis. Jij krijgt sowieso van mij. Oh, kut, kut. Stop. Heel goed, man. Nee. Hier, komen. Kom maar even mee. Hadden bijna een waarschuwing gegeven. We gaan even hier veilig staan. Oké, even het volgende. Ik kan hier geen bekeuringen meer geven. Dus je bent sowieso aangehouden. Voor rijden onder invloed. En misschien komt...
rijden op een ingevorderd rijbewijs staat gewoon automatisch bij. Normaal zou je daar een bekeuring voor krijgen, denk ik. Ik ga je nog even fouilleren, heb je drugs bij? Andere dingen die je bij mag hebben natuurlijk. Een terrorist mask en een police stick, dus zo'n wapenstok. Nou, helemaal mooi man. Oh god, kijk eens daar, waarom heeft die mevrouw dat nou weer aan? Ja, wij gaan deze auto laten afslepen. En dan kunnen we door. Het sneeuwt wel een beetje. Die rijdt zonder helm geloof ik, hè? Het is dat ik nu ook het witte bolletje op de kaart zag, die zag ik oprecht niet. Maar ik denk dat hij zonder helm reed. En hard. Maar ik heb hem niet kunnen meten. Hij reed niet te hard. Maar nu rijdt hij redelijk hard. Ik denk zonder kentekenplaat en zonder helm. En hij gaat er ook vandoor lijkt het. Hij rijdt heel hard. Maar zo'n Volvo moet ook hard kunnen als het goed is. Dus zo, hij reed op de andere weghelft. Hij heeft geen kentekenplaat. En geen helm. Ja, en hij rijdt te hard. We hebben een meting. We gaan even de meting voortzetten. Zo, wat doet die nou joh? Nou, die vorderen we zijn rijbewijs sowieso in. 78 is de hoogstgemeten meting. Oh god, ja, gaat goed. Miles per hour is dit, dames en heren. 77. We houden in. Hij heeft geloof ik nog niet door dat we achter hem zitten, of juist wel, want hij haalt echt gevaarlijke capriolen uit. Even stoppen vriend. Nee, je gaat niet stoppen. Hij gaat hier naar rechts, dat scheelt. Nee, dat gaan wij niet doen. Volg je mij? Ja, hij volgt mij. Nou, hij heeft net zijn helm opgedaan. Maar dat is natuurlijk een beetje te laat. Wij gaan een paar dingen doen. Hem aanspreken. Kijken of de brand nog goed met hem gaat. Zijn rijbewijs wil ik zien. Die hou ik ook meteen bij mij. En dan... ja, daar is verder niks mee aan de hand. En dan gaan we even kijken. Hoeveel is 78 miles per hour? Dat is 125. Laat zeggen dat je hier 100 mag, dan is het 25 kilometer te hard. Dus dan willen we weten hoeveel 25 kilometer per uur in miles per hour is. Even kijken, waar staat dat nou? 25 kilometer per uur is ongeveer 16 miles per hour. Denk ik. Hier staat, aan de ene kant staat 16, aan de andere kant 36. Ik snap me niet, we houden op 16, dan rijdt hij dus zoveel te hard. Jij gaat voor mij sowieso dus speeding 10+. No license plate. Ja, plate staat er niet, dat is altijd jammer. Op jouw kentekenplaat hadden we niks gevonden. Gevaarlijk rijgedrag. Dangerous driving, waar staat hij? We zijn er al voor, nou hier zo. Ja, dat is allemaal heel duur. En daarvoor wordt zijn motor in beslag genomen. Sowieso, want hij heeft geen kentekenplaat. Dus hij mag afstappen. Artikel 5 krijgt hij van mij. Gevaarlijk rijgedrag. Dus die hebben we gegeven. Een EMG, educatieve maatregel gedrag. En dus dat te snel rijden. Dat zijn allemaal, ja, bekeuringen van $3000.
In totaal lijkt me niet. Als je alles bij elkaar gaat optellen, hè, die AMG, nou, misschien nog wel. Maar dat is wat overdreven. In dit geval, denk ik. Maar goed. En we gaan eens even kijken of hier nog wat leuke meldingen in het gebied te vinden zijn. Dangerous plane spotter, dat is niet in mijn gebied. Dus we gaan nog eens terug richting de stad rijden. We houden sowieso even dit ding weer voor ons. Ook al heeft dat weinig zin als we nu dus gewoon continu achter zijn auto moeten blijven rijden. Maar kijk, nu kunnen we dit doen. En nu gaan we dadelijk allemaal voertuigen voorbij rijden. Zou moeten, want ze rijden nog sneller dan ik. Misschien kan ik ze daardoor nog wel pakken met een snelheidsbekeuring. Nou, je moet er wel weer samen gaan voegen. We've got a possible 211 on route 68. Ja, daar kunnen we wel even heen. Dat is wel... Dat is nog ver, maar als we hier daar naar links gaan, dan komen we hem wel tegen. Dan zetten we dit ding even uit. Beach down reset. Zo. En dan nog een keer op F5. Zo. Nu is dat ding uit. Ik ga eens kijken. Even snel zo een bochtje pakken. Of binnenkort eens... Ik weet niet van welk script dat is, misschien traffic policer, of ik dat even kan instellen naar kilometer per uur. Of misschien kan een van jullie mij nu al vertellen of dat überhaupt mogelijk is. Ja, hier moet ik eigenlijk ook een bekeuring voor geven naar meneer Coolblue. Ik ga jou inhalen, maar dit is natuurlijk niet echt de bedoeling, zo langzaam rijden. Wij gaan dus gebruik maken van onze vrijstelling, een verdacht persoon op dit tijdstip bij een bank. Dat is natuurlijk wel verdacht. Ja, nou logisch, hè, je zegt het al, maar we gaan toch even kijken. Of we gaan sowieso even kijken. Ga je naar rechts toevallig? Zo. Nou. Dan heb je gewerkt. Ja, je gaat naar rechts. Oh, een konijntje. Let op konijntjes. Zo. Nu stopt ieder... Nee, stop bij jij. Konijntje met overstek. Sowieso 5 seconden rijden we dadelijk vol over een konijn. Hè. Maar we zagen ze nu. Lekker gewerkt. Hier is de legerbasis. Dit zijn leuke wegen, ja, om met spoed te rijden, maar dat hebben we nu niet. In het echt, ja, is het natuurlijk niet zo leuk. Maar je kunt, ja, een beetje tegengesteld tonnen, tegenovergesteld naderen of weet het. Tegenovergesteld naderen. Met uiteraard blauw en sirene. Daar loopt een vos ding dier. Zo, gaat kijken goed. Met je power op die Volvo, kom op. Hoppakee. Ja, ter plaatse. Is dit een bank? Nou ja, ik zie nu open. Ja, dank u wel. Goedendag meneer, hallo. Change my name, of change me. Hoi meneer, ja, Wim, politie. Wat mag ik vragen wat u hier aan doen bent? Ik ben naar mensen aan het kijken van het nieuwe boek Mensen van San Andreas. Nou, oké, okay, mooi. Helaas is dit privéterrein en je maakt, ja, hoe zeg je dat, oncomfortabel of zo, maak je de medewerkers. Dus ik geloof dat Wim vroeg of hij kon vertrekken. Dat had ik niet door. Als ik bij de bank vraag of ik mag blijven, kan ik dan blijven? Nee, zo werkt het niet. Ik weet bijna zeker dat het tegen de regels in gaat. Ja, je mag gaan, maar ik wil wel nog even... Even van jou een identiteitsbewijs. Hij heeft wat zweterige handen. Dat kan natuurlijk een reden zijn. Controleer hem even nog. Als hij verder niks op zijn kerfstok heeft staan, dan mag hij voor mij weer gaan. Hey, ik heb geen reden om hem te fouilleren, denk ik. Of juist wel. Hij was een privé-trein. Nou, laat hem maar gaan. Je mag je natuurlijk iets minder hard. Laten we zeggen dat je hier 45 miles per hour mag. Het staat enkel op zo'n bord, hè. Daar staat een bord namelijk.
45. Hey, goed ingeschat, Pik. Helemaal trots op mezelf nu. Hij reed 1 maal per uur te hard. Maar hij wordt ook, wat zeiden we, gezocht? Nee, wat stond er nou? License suspended. Ah, ingevorderd rijbewijs. Ik vind het best leuk om zo met de Volvo te rijden. Misschien vinden jullie het super saai. Maar ik vind het leuk. Ik denk dat de meesten het saai vinden, maar ik vind het wel leuk een keer. Ja, jullie vragen vaker, doe verkeerscontrole, doe dit, doe dat. Even kijken of het ook echt in ons Meijer systeem staat. Voordat dat ding niet meer klopt. Kan zijn dat ANPR 8. Ik ga het volgende kenteken voor in aantrekken. 8-0. Ja, papa, nee, dat klopt. Goedendag, hallo. 1-0. Voor mij een rijbewijs. Of in ieder geval identiteitsbewijs, want je zou geen rijbewijs meer moeten hebben. En dat klopt ook. Jouw rijbewijs is ingevorderd. Mag ik vragen waarom je toch rijdt? Hij zegt ook weer, oh, alsjeblieft, dat is belachelijk, ik rij gewoon, nou klopt gewoon, nee klopt dus niet. Hij gaat van mij daar een bekeuring voor krijgen en dat is driving unsuspended license en dan mag je dus niet verder rijden, dat is een dure. En daarbij reed je iets te hard, maar daar ga ik niet moeilijk over doen. Maar je mag dus niet verder rijden. Dus ik ga hem even uitschrijven, je mag er vanzelf uitstappen. Don't make me shoot you. Je auto laten we hier staan. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Of ja, het moet ook. Hij mag niet verder rijden. Maar ik heb geen zin om die weer ergens te parkeren en zo. Is het toch 2 seconden werk? Ja, dat klopt, maar ik ben laai. Liever laai dan moe, hè. Ook al zit ik gewoon achter mijn computer. Even kijken. Die is uitgeschreven. Wat ik ga doen is hem nog even op deze manier aanspreken. Doen we dat zo. En dan dismiss on foot. En dan, om het heel cru te zeggen, mag je het uitzoeken. Jojo. Hola amigos. Nou, wij gaan kijken of we nog één boefje kunnen pakken en dan is het wel weer ruim voldoende geweest voor vandaag met deze video. Ik denk dat het lang was, maar vooral lang met rijden. Niet echt met veel meldingen en zo. Daarom dat ik zeg van we doen er nog eentje. Misschien mijn amigos. Nee, die zijn helemaal cool. Ze rijden wel heel langzaam. Ik denk dat ze bang zijn voor me. Ja, niet tuteren. Kan ik ook achter mij? Ja, dat kan. Oh. Ah, ik krijg het onder de knie hoe dat minuutje werkt. Ik had nog snel de minivan ook even gecontroleerd. Oh, we gaan slingeren ineens. Langzaam rijden. Namelijk... 15 miles per hour, nou 20, 27, waar je 45 mag en slingeren, dat is een reden om toch alsnog mijn amigo's even aan de kant te zetten. Echt op een perfecte plek, maar normaal is hij, want er komt niet veel verkeer. Mijn motorpolitiecollega met een helm achterop, die rijdt ook even langs, die komt even kijken hoe het gaat. Hola amigos, ik ruik drugs, of in ieder geval ik zie drugs, dat is vandaag. Net zat er een andere amigo. Ja, daar zat net iemand anders naast. Verdacht, maar zit hij niet achterin? Nee, heel verdacht. Oké, okay. Hey, luister eens beste vriend, heb je iets gedronken toevallig? Jij bent er 1999. Ik hoef dat niet te beantwoorden, nee dat hoeft inderdaad niet, maar heb je drugs erbij? Ja agent, dat zegt hij, kijk eens aan, eerlijk, want ik ruik en zie het al. Je mag van mij even uitstappen. Rustig aan, je valt bijna om. Ik ga jou even vastpakken en even naar de stoep brengen. En ik duw eerst via jou die deurtjes even dicht. Zo. Mevrouw, even blijven zitten. Hey luister, jij mag even voor mij, ik ga je eerst fouilleren op basis van de wet verdovende middelen, of je die bij je hebt. En al het andere, want dat kan gewoon. Ja, dat mogen wij gewoon.
even spieken. Jij hebt ja, een paar verboden middelen bij. Mag ik even blazen voor mij? Blazen tot ik stop zeg. Blazen, 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 blazen. Oh, maar. Yo, lekker bezig pik. Dat is goed, maar. Nu gaan we deze eens doen. En die is niet zo goed, denk ik. Of minder goed. Thanks. Oh, oké. Okay. Dan de vraag. Oh, nee, toch wel. Positief, ja. Ecstasy, positief. En wat zeiden we nog? Marihuana. Lekker man. Nee joh, ik weet het niet. Nooit gebruikt. Je bent aangehouden voor rijden onder invloed. Oh shit, weer de verkeerde knop. Je bent aangehouden voor rijden onder invloed. Niet te onverplicht. En recht op een advocaat. Ik had je al gefouilleerd. Dat ging eigenlijk ook per ongeluk. Ik ben te snel met allemaal dingen. Dus ik had niet eens door tot de knopjes zo gingen. Een transporteenheid kan ik niet meer vragen. Want ik heb hem officieel gevraagd om te vertrekken. Ook voor nu wil ik even een rijbewijs hebben. Een rijbewijs, waarom zul je denken? Als zij gewoon voldoet aan alle eisen, nee, die is ingevorderd, dan is het niet strafbaar, hij is ingevorderd, maar ze rijdt niet. Dan mag zij gewoon ontvoet verder. Die auto, ook hier, laten we hem lekker staan, puur omdat het kan. En ik heb er geen zin in. Maar niet gaan rijden, mevrouw. Jullie kijkers ga ik bedanken voor het kijken. Die meneer, ze zeggen dat hij er vandaag de dag nog steeds staat te wachten op een transporteenheid die er nooit is gekomen. 12.01, over. Nee, het wordt te lang, het wordt te lang. Jullie houden van mij te goed. Laat zeker even in de comments weten of jullie vaker dit soort video's willen zien. Met de Audi, dit is een Volvo, met de Volvo, met de Audi, met de Passat van de landelijke eenheid om in ieder geval even wat snelheidscontroles te doen en ANPR camera dingen gebeuren te doen. Laat het maar weten en ik zie jullie graag bij de volgende video. Tot dan, joejoe!